De Nederlandse blaascultuur. En dan met name de Hava-Bra cultuur. Oftewel harmonie van varen en brassband. Omdat de Nederlandse Hava-Bra cultuur in zijn algemeenheid de blaascultuur van internationaal niveau is. En eigenlijk nogal onderbelicht is in de media. Nou, in de omgeving van de Randstad zijn er in verhouding weinig blaasorkesten. Die zijn vooral geconcentreerd in het zuiden en in het noorden van het land. En daardoor is er eigenlijk meer aandacht voor, laten we zeggen, de symfonieorkesten dan voor de blazers. Het leuke van de blaascultuur is eigenlijk dat het een cultuur zonder capsones is op een bepaalde manier. En dat gewoon iedereen in het dorp daaraan meedoet. Soms tot hele families aan toe. Het woord amateur heeft een beetje een vreemde bijsmaak gekregen, of vreemde klank. Omdat het wordt geassocieerd met amateurisme, wat dan zoiets betekent als, nou, dat is niet professioneel, dus dat is dan niet goed. Maar wat nou zo leuk is, is dat de blaasamateurs eigenlijk amateurs in de ware zin van het woord zijn. Namelijk van amor, van die hebben het echt lief. Ze houden gewoon van het spelen. En dat er op die manier ook een hele spontane manier van muziek maken bestaat. Die niet groot wordt gesubsidieerd of door andere dingen nog eens een keer gestimuleerd moet worden. Maar die gewoon uit de mensen zelf komt. Ik heb als kind ook in een harmonie gespeeld. Toen speelde ik nog hobo. Maar mijn grootvader, mijn paker in het Fries, die speelde baritonsaxofoon en heel veel andere saxofoons. Ik heb hem ook nog wel begeleid op de zogenaamde concoursen. Toen hij meedeed aan het solistenconcours en al bijna 80 was. En hij had ook zelf een stuk daarvoor geschreven. Voor baritonsaxofoon en piano. En dat hebben we toen ten gehore gebracht. In de Hava-Bra-wereld zijn de concoursen of de wedstrijden echt heel belangrijk. Je krijgt dan ook de rivaliteit tussen de verschillende korpsen. Of bij de solistenconcoursen tussen de verschillende, ja, zeg maar de paradepaadjes van de verschillende orkesten. Nou, ik hoop dat er nu echt meer aandacht voor die blaascultuur komt. En dat Noord en Zuid, maar ook vooral Midden, erop gaat stemmen.